Wauw. Schat, je hebt gelijk. Kerpelani, hun nieuwe website, is nu nog makkelijker. Ik ben letterlijk de hele dag erop. Onze website is vernieuwd, zo klik het anywhere. Or anytime. Hallo, goedemiddag. Goedendag, spreek met de driver van Kerpelani. Hey, we staan bij u voor de deur. Klik het anywhere, anytime. Troy, waar is dit bezig? Oh, sorry. Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praten wij met Gordon Tony Joe. Hij heeft een activiteit in deze vakantie om kinderen die al eenmaal hun zwemdiploma hebben gehaald te interesseren en te motiveren om door te gaan en te gaan wedstrijd zwemmen. Het zijn de zwemvakantiekampen. Hij vertelt ons meer hierover. Goedemorgen Gordon, hoe gaat het met jou? Goedemorgen, het gaat heel goed hoor. Ja, en met u? Het gaat met mij ook heel goed. Je ziet er fris uit vandaag. Ready for action? Jazeker, dus misschien zie ik er fris uit, want vanmorgen heb ik een beetje gesport. Ik heb een paar kilometers gezwommen, dus ik ben helemaal fris voor de dag, kan je zeggen. Okay. En ja, klaar om te performen, te presteren en productie te leveren vandaag. Doe je dat dan nog steeds elke dag, zwemmen? Ja, vooral in deze tijd probeer ik het nu elke dag te doen, omdat je natuurlijk gezond en wel wil zijn. Met die avondklok ben je meestal vroeg thuis, waardoor je eigenlijk een beetje, hoe moet ik het uitleggen? Soms heb je nog geen gevoel van, hey, dat je veel hebt gedaan. Ik ben gewend hard te werken. Meestal kom ik een beetje 9 uur thuis, want ik werk. Ik geef zwemlessen, geef zwemtrainingen. Dus meestal wanneer ik thuis ben ik lekker verzadigd en vermoeid. Maar nu, vanwege die avondklok en die beperkingen, kom ik een beetje eerder thuis, waardoor ik thuis een beetje baal. En ik ben niet echt een tv-kijker. Dus ik heb besloten om, gezien we de dag om 5 uur start, om 's morgens lekker te gaan zwemmen, te gaan sporten. En voor de avondklok even te gaan rennen. Op zo'n manier voel ik me sportief fit, gezond wel en beter. Oké. Blijft een sporter in hart en nieren, hè? Dat gaat er niet meer uit waarschijnlijk. Nou, topsport is wel eruit, laat ik het zo zeggen. Want topsport is meer overbrengen, harder performen en meer druk op jezelf zetten. Maar sport zelf gaat niet eruit. Het is een soort sport voor life waarvoor je hebt gekozen als je eenmaal bent begonnen. Je spieren verlangen ernaar, je hersenen verlangen ernaar. Dus eigenlijk ga je gewoon door en het is wel, langtermijn is het wel gezond. Goed zo, ik ben blij. Jij bent in deze vakantietijd, alhoewel het is een beetje een rare vakantie natuurlijk, maar het is formeel vakantietijd, ben je wel met activiteiten bezig, hè? Wat bied jij aan? Ja, zeker. Nou, elke vakantie hebben we meestal een soort ontspanningskamp. De meeste sportverenigingen, sportclubs hebben dat. Andere sportscholen, zwemscholen hebben ook activiteiten zoals de meeste zwemscholen hebben. Spoedcursus, vakantiecursus. Dit keer hebben we besloten om het anders te doen. Gezien de COVID-19 maatregelen, nationaal en internationaal, hebben weinig wedstrijdzwemmers kunnen genieten van wedstrijdzwemmen, van sporten in feite, van wedstrijd, van een wedstrijdje. En dat was heel jammer. Op een gegeven moment, als er één wedstrijd is, training niet meer leuk. Want wanneer je traint, train je naar wat toe. Snapt u? En als er geen meetmoment is, dan is het eigenlijk jezelf drukken of pressie zetten voor niets. Dus de zwemtrainingen zijn een beetje teruggenomen, sowieso. Maar uiteindelijk heb ik besloten om het jaar toch goed af te ronden. Want ik denk dat iedereen goals had, iedereen had doelen dit jaar om tijden te verbeteren, om mee te doen aan wedstrijden. Ook onze topzwemmers zouden dit jaar meedoen aan Olympische Spelen. Dat is helaas niet doorgegaan voor hun. Dus het is echt een zware domper voor de zwemsport en eigenlijk sport in het algemeen. Maar toch als troost hebben we voor gekozen van, hey, laten we het jaar toch een beetje sportief, leuk en gezellig doen. Dus we hebben besloten om samen met de Spetten een vakantie, een zwemkamp te organiseren. Waarbij de zwemmers weer in het water komen en 3 keer trainen om mee te doen aan onze eigen zwemwedstrijd. En natuurlijk de kinderen die klaar zijn met hun diploma's,
behaald en die graag mee wilden doen aan wedstrijd zwemmen, hebben op zo'n manier een kans om kennis te maken met de wedstrijdsport. Maar als er geen zwemwedstrijden zijn, als er weinig zwemtrainingen zijn, dan missen ze ook de gelegenheid om na hun diploma's die ze hebben behaald, om verder te schuiven naar zwemtraining en wedstrijd zwemmen. Dus we hebben dat besloten. En ik mag zeggen dat het goed is gegaan. Er zijn heel wat nieuwelingen bijgekomen. Die wedstrijdzwemmers van Sportvereniging TNT zijn blij dat er weer iets is om naartoe te leven. En vooral wanneer je hoort dat er een wedstrijd aan het einde is, maakt het allemaal weer spannend om weer in shape te komen. En weer te genieten van hun sport, welke zwemmen is. Oké, want over het algemeen melden zwemmers die aan wedstrijden meedoen zich aan via clubs. Hè? Dus in clubverband. Dus of zwemclubs of gewoon verenigingen die inderdaad training geven bij zwembaden. Maar dit is natuurlijk een hele mooie gelegenheid om kinderen die niet bij een sportclub of een vereniging per se zijn aangesloten, dat ze, als ze hun diploma's hebben gehaald, gewoon toch nog kunnen meedoen aan wedstrijdsporten of wedstrijdzwemmen, moet ik zeggen. En dat ze misschien wel blijven haken en inderdaad geïnteresseerd raken om door te gaan met wedstrijdzwemmen. En daardoor ontdek je, neem ik aan, hopelijk ook wel wat nieuwe talentjes. Ja, zeker. Dus als we kijken naar de aanmeldingen die er nu zijn geweest, is iedereen trots en tevreden over de behaalde prestaties. Kijk, we zijn al 2 weken bezig. En voor, ik ga je eerlijk zeggen, voor kinderen en ook voor de ouders was het een alternatief om eigenlijk sportief bezig te zijn in de vakantie. In plaats van de hele dag thuis blijven, was het eigenlijk een alternatief om sportief bezig te zijn. Maar wat we hebben gedaan, we hebben elke week vanaf de eerste dag, we zijn op een woensdag begonnen, zijn we begonnen met een wedstrijdje, een trainingswedstrijdje. En elke woensdag hebben we een meetmoment, zodat die kinderen en die ouders zelf kunnen zien van hey, ik ga vooruit in tijden, ik ga vooruit in conditie, ik ga vooruit in snelheid. En dan leven ze naar het wedstrijdje toe. En dan zie je ook de discipline die ze hebben, de doelen die ze hebben, de talenten die ze hebben, de technieken die ze verbeterd moeten worden. En eigenlijk dat ze echt in dat sportsfeer komen. Dus ik vind het een geweldige gelegenheid voor de Spetter en voor Sportvereniging TNT om dit te organiseren en het open te houden voor ieder. Ik zie al dat er een paar talenten zijn. We hebben zwemmers van verschillende leeftijdscategorieën. Dus de jongste is 5 jaar en de oudste is 17. En ik zie ook hoe ze als team bij elkaar komen. Want nu is het is heel anders in de vakantie. Ook met social media nou hebben ze een WhatsApp-groep. Ze communiceren met elkaar. Ze gaan onderzoek doen over wat andere sporters doen, andere zwemmers doen in het buitenland. Want alles is nou social media. En zo geven ze ook informatie, ideetjes aan mij van hey, we kunnen het zo doen, ze doen het daar zo. En dan begint die team echt te vormen en dan begin je echt te beleven in de wedstrijdsport. Ja, dus dat is toch een beetje andere dynamiek dan gewoon een beetje zwemmen en het leuk hebben in een zwembad. Ja. Dus Hans is op dit moment succesvol. En ik hoop dat we zo door kunnen gaan, kinderen de gelegenheid blijven geven om zich kennis te maken met de zwemsport. Ja. Waar kunnen de mensen zich opgeven of meer informatie verkrijgen hierover? Of hoe ze mee kunnen doen? Of dat ze misschien gewoon een keertje langskomen om te kijken hoe het gaat en dan de volgende keer meedoen? Ja, dus de kinderen kunnen zich aanmelden bij de Spetter. Dat is aan de Ringweg. En ze kunnen ook de Spetter volgen op social media. Verder kunnen ze ook TNT Zwemschool, Sportvereniging TNT Zwemschool, voor Sportvereniging TNT volgen op social media. En daar heb je alle informatie. En natuurlijk ook via mijn persoonlijke Facebookpagina. Kan je mij ook bereiken. En dan kan ik ook verder uitleggen hoe je kan inschrijven en meedoen aan onze vakantiezwemkamp. En als het goed zo verder gaat, gaan we verder naar een trainingskamp en doorgaan naar wedstrijd zwemmen totdat de Surinaamse zwembond zo ver is. Oké, laat me deze vraag stellen, want jij hebt natuurlijk een topsport beoefend op internationaal niveau in het verleden. Als je inderdaad zo'n coronaperiode hebt, hè, waarbij je eigenlijk 6 maanden, punt 1 moet je eerst even oriënteren van oké, dus hoe ziet het leven er nu uit? Weet je, sommige mensen hebben daar meer moeite mee dan anderen. Maar je bent op dat niveau of je breidt je voor, net zoals je zei, op grote internationale wedstrijden. Wat voor effect heeft 6 maanden eigenlijk niet zoveel doen of niet zoveel mogelijkheden hebben op je fysiek en mentaal als topsporter? Ja, dus het is eigenlijk zeer frustrerend.
kan ik me voorstellen. En teleurstellend, omdat, zoals ik zei, dit jaar is een Olympisch jaar. Iedereen, alle sporters voor de hele wereld keken uit naar de Olympische Spelen. En nu te ervaren dat de Olympische Spelen niet doorgaat, is eigenlijk je leeft er naartoe, je hele leven lang. Dat kan ik uit mijn persoonlijke carrière vertellen, omdat je echt er naartoe leeft. Dus het is sowieso een zware domper geweest. En ik leef natuurlijk met alle sporters mee, alle zwemmers mee die daartoe zouden gaan. Maar uiteindelijk, in sport leer je ook dat sport is vallen en opstaan. Weet je, en in sport heb je ook sowieso tegenslagen. Dus uiteindelijk was het een domper voor alle sporters internationaal. Maar als je de topsporters volgt, dan zie je allemaal dat ze op een of andere manier creatief bezig zijn. Ook tijdens onze total lockdown, toen we 2 weken thuis waren, daar was ik ook creatief bezig om thuis zelf te sporten. Want je wil in beweging zijn, je lichaam verlangt ernaar. En thuis zitten, al heb je Netflix en alles thuis internet. Je lichaam, je spieren verlangen naar beweging, naar actie. En uiteindelijk denk ik dat iedereen heeft ontdekt hoe creatief we kunnen zijn met sport. Dat uiteindelijk, als je echt een passie ervoor hebt, als je echt een liefde voor hebt, dan ga je meer opofferen en ga je meer tijd ervoor maken. En dan weet je ook voor jezelf van, hey, dit is echt waarvoor ik wil, dit is echt waarvan ik hou. En het maakt je aan de ene kant ook een beetje dankbaar voor hoe het was en wat je eraan had. Maar nu zit een andere tijd, er is een nieuwe normaal. En we moeten daarmee disciplinair omgaan, de maatregelen in dit geval. En we moeten ons niet laten afleiden van de goal, want het is niet alleen in Suriname hebben we deze tegenslag, maar ook alle sporters overal ter wereld moeten creatiever mee omgaan. Dus dat is de uitdaging op het moment voor alle sporters. Ik had nog een vraag. Wat zijn de COVID-maatregelen die jullie hanteren? Want je bent in de buitenlucht, je bent bezig te sporten. Dus ik neem aan dat er wel wat andere regels zijn die gehanteerd moeten worden bij jullie activiteit. Ja, dus sowieso hebben we een beperkt aantal deelnemers. Dus tot en met 10. En we houden 1,5 meter afstand. Maar uiteindelijk zijn alle zwemmers in het water. En in het water heb je banen, dus bij zwemmen is het sowieso al geschikt. En daar heb je sowieso al 1 meter of 2 armlengte afstand. En als het te druk zou worden, dan splitsen we de groepen in het bad, waarbij de ene groep aan de ene kant van het bad staat en de andere aan de andere kant van het bad staat. En dan zo zwemmen ze door elkaar heen. Maar dus eigenlijk, wanneer ze eindigen, wanneer ze starten, zijn ze gescheiden. Wanneer ze eindigen, zijn ze gescheiden. En als coach ben je op afstand, want je bent als coach nooit in het water. Dus we komen eigenlijk nooit in botsing met elkaar qua wanneer we bezig zijn. Maar natuurlijk, wanneer we komen, zeggen we wel aan die kinderen om gelijk hun sportkleding aan te hebben, om gelijk om te kleden, stretchen en dan in het water te gaan. En dan weer samen uitzwemmen en dan zijn we weer weg. En alle communicatie, alle sociale activiteiten, communicatie doen we dan via de WhatsApp en alle social media groepen die we hebben. Dus zo blijven we op een veilige manier op afstand, maar toch sociaal in contact met elkaar. Goed, Gordon, ik heb nog een laatste vraag voor jou. Iedereen mag zich opgeven, dat heb ik ondertussen al begrepen. De leeftijd is van 6 tot 17 jaar oud, hè? Het gaat meer om diploma's hebben, vaardigheden hebben. Dus we werken vanaf diploma, zwemvaardigheid 1. Je kan B hebben en zwemvaardigheid 1. Want nee, we geven geen zwemles. Nee, dat begrijp ik. Ja. Goed omdat, nee, maar het is goed om dat te zeggen. Het is geen zwemles. Het is eigenlijk de voorbereiding naar zwemwedstrijden toe. Dus zwemtraining naar zwemwedstrijden toe. Ga je het ook afsluiten aan het einde van de vakantie met inderdaad een kleine competitie? Ja, dus dat is sowieso in de planning. En dat gaat echt spannend zijn. Want dan gaan ze hun beste tijden zien. De nieuwelingen. En dan gaan ze ook competen met de iets langere wedstrijdzwemmers. Weet je, een hele wedstrijdsimulatie zullen we hebben. En natuurlijk ook daar zullen de maatregelen toegepast worden, waarbij we eigenlijk aan naartoe werken dat de ouders het live kunnen volgen. Want de ouders zullen dan niet daar aanwezig zijn, kunnen ze thuis zijn of waar zijn, via hun laptop, via hun telefoon, dat ze het live kunnen volgen en natuurlijk ook kunnen kraken. Ja, jammer dat het inderdaad gekraakt niet gehoord kan worden langs het bad, want het is natuurlijk ook een hele beleving. Maar ik vind het toch nog een hele mooie oplossing. Ja. Zeker. Want wat we ook hebben gemerkt, hè, bij zwemles hebben we het gemerkt en natuurlijk ook bij onze wedstrijdzwemmers, dat kinderen eigenlijk nu bewegingsarm worden. Die kinderen zitten de hele dag thuis, conditie gaat ook achteruit. Dus ook bij de zwemexamens hebben we gezien dat die kinderen nou minder conditie hebben. Want
Ze zijn niet meer op school bezig aan het rennen. Jules aan het spelen bij wijze van spreken. Of sommige kinderen lopen of fietsen naar school. Dus je ziet echt dat voor die kinderen om nu te bewegen, dat ze zich goed en gezond en wel voelen. Dus vandaar dat we zeggen, wat we gaan doen. En daar hebben ze ook een leuke ervaring gehad in de COVID-19 grote vakantie. Inderdaad. Nee, ik vind het een geweldig initiatief. Je hebt al gezegd, Gordon, waar de mensen het kunnen voor meer informatie. De social media pagina van jou of anders van de Spetter om daar een meer informatie te halen. Je hebt nog 2 weken de tijd om iets leuks te doen met de kids in deze vakantie. Beetje rare tijd, maar toch nog fijn dat jullie activiteiten organiseren voor de jeugd van Suriname. Zwemvaardigheid 1 is een minimale vereiste, is belangrijk om te weten. En als je natuurlijk interesse hebt om je verder te ontwikkelen in de zwemsport. Oké, dankjewel. Heel erg veel succes met de activiteit. Dankjewel en ook dank voor de gelegenheid. Graag gedaan. Yes. Zeker in deze tijd is het natuurlijk aan ieder aan te raden om te gaan sporten. Mooier nog als we de jonge talentvolle zwemmertjes de gelegenheid kunnen geven om na hun zwemdiploma verder te kunnen gaan om te gaan wedstrijd zwemmen. En deze groep hoeft dus niet speciaal aangesloten te zijn bij een zwemclub en kunnen toch meedoen. Wilt u dus meer weten? Check de Facebookpage voor de vakantieactiviteit. Bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire. Wow! Stop! Ja, collega. Kippelani, hun nieuwe website. Is nu nog makkelijker. Ik ben letterlijk de hele dag erop. Onze website is van nu. So click it anywhere. Or anytime. Hallo, goedemiddag. Goedendag, spreek met de driver van Kippelani. Hey, we staan bij u voor de deur. Click it, anywhere, anytime. Roy, hoe is dit bezig? Oh, sorry.